Het begon in 1984 met de Amerikaanse label Wax Trax, die geïnteresseerd werd in een van onze singles, Take One. En ze hebben die single in Amerika uitgebracht en we zijn daar een tour gaan doen. En dat heeft natuurlijk veel focus op de band. Er was dan meer focus op de groep. En we hebben ook veel aanvragen gekregen vanuit Duitsland, want dat voor sommige reden was een gevoel die echt mathematisch en rigoureus was, die wel met de Duitse geest werkte.